Eiceldonatie. Voordat je eicellen kunt doneren, moet je voldoen aan bepaalde criteria. Tijdens een intake bij de arts komt je motivatie aan bod, evenals je medische geschiedenis en een toelichting op de procedure. Omdat eiceldonatie veel impact kan hebben, krijg je psychologische counseling. Het is wettelijk geregeld dat uitkomsten van de medische en psychologische intake getoetst worden door de ethische commissie van het ziekenhuis. Beslist deze commissie positief, dan wordt je onderzocht op infectieziekte via een bloedtest. Daarna injecteer je jezelf twee weken lang met hormonen. Ook ga je gemiddeld vier keer naar het ziekenhuis voor een echo. Hierna volgt de punctie om eicellen af te nemen. Het donatieproces wordt een half jaar later afgerond met een bloedonderzoek. Je krijgt een onkostenvergoeding en dan kan de ijcelbank de eitjes gebruiken voor wenshouders. Kijk voor meer informatie op bijzonderewaarde.nl